Ja, schatje, kom eens. Of hey, lekker ding. Hey, meisje, lekker ding. Waar ga je heen? Wat is je naam? Hoe oud ben je? Wat heb je een leuk jurkje aan? Kan die nog korter? We zijn een meldpunt straatintimidatie gestart omdat we meldingen kregen van verschillende vrouwen dat ze zijn lastiggevallen op straat. Want het gaat om intimidatie van bijvoorbeeld nasissen, nafluiten, het naroepen naar bijvoorbeeld kleding van vrouwen. Terwijl eigenlijk iedereen met welke kleding dan ook hij of zij over straat gaat, veilig over straat zou moeten kunnen gaan. Ik was naar huis aan het lopen vanaf school. En het was in de zomer en ik had gewoon een lange broek aan en niks bijzonders of zo. En toen werd ik achterna gezeten door twee jongens op een scooter. Ik denk dat ze rond de 20 waren. En toen, ik was al aan het bellen met mijn moeder. En toen zeiden ze van, ja, met wie ben je aan het bellen? Mag ik je snap, dit en dat? En ik zei, nee, laat me met rust. En toen bleef ze achter me aan. En op een gegeven moment had mijn moeder me opgehaald. Durven jullie nog wel op straat 's avonds? Nee. Nou, dat wel. Maar het is niet dat ik het gelijk denk van, oh, het is super veilig, ik kan doen wat ik wil, maar het is wel gewoon, ik moet wel zeg maar extra klaarstaan om te kijken wat er aan, of er iets of niemand in de buurt is. Wat is voor jou het moment dat je het echt het meest onprettig hebt gevonden? Als ze dus zeg maar naar mij toe komen en echt een soort arm om mij heen proberen te slaan. Oh, dus dat gebeurde ook wel eens? Ja. En waar ligt de grens voor jullie? Ik denk dat de grens ligt op het punt dat ze bijvoorbeeld echt naar je toe komen lopen of iets. Ja, ja dat, dan zou ik ook wel denken van dat gaat te ver. Want als ze in je buurt komen, dan ja, ja dat gaat wel te dan ver. Dan wordt het toch wel eng of iets. Ja. Die meldingen gaan we doorgeven aan handhaving of politie. Ligt er volledig aan wat de situatie is. Het allerbelangrijkste signaal is wat we hiermee willen afgeven is dat straatintimidatie nooit en ten nimmer gewenst is. En dat het niet thuis hoort in onze samenleving. Ik hoop gewoon dat eigenlijk duidelijk kan worden gemaakt voor de jongens dat het gewoon niet fijn is. En ja, dat meiden ook geen honden zijn, dat als je fluit dat ze komen.